Ja, sorry Sam, ik heb een smaak te pakken. Ja. Kan gewoon. Sam zei dat hij eruit kwam. Of dat met een glimmende kant is, dat is het tweede. Als het goed is, kom je eruit. Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede zonnige morgen. Het is mooi weer. En we hebben een nieuwe auto op de planning. Maatje van mij, André, Chasing the Supercar Dream. Jullie hebben hem al een paar keer gezien. Heeft een nieuwe auto gekocht. En niet zomaar eentje. Een hele speciale. Vergeet jullie niet te liken, want dit wordt super dik. Let's go. Oh, en ik weet het gewoon nu als ik uitstap. Dan staat die zon erop. Oh, jongens, je ziet iedereen. Iedereen vindt het uit zijn nek. Op het moment dat ze dit zien rijden. Check dit. Als je er omheen loopt. Constant wordt het anders. Dit is echt nog steeds de ziekste kleur die je kan kiezen. En ik denk zomaar dat de kans heel groot is dat de volgende auto, wanneer die komt, geen idee. Zou heel goed ook gewoon in deze kleur kunnen, jongens. Want dit is echt fucking vet. Nee, dus zoals ik zei, vandaag de dag gaan we op pad met een hele speciale auto. Een maatje van mij namelijk, die had eerst een M135i. Helemaal aangepakt onder de downpipe, 400 plus pk, super dik ding. Die heeft hij toen verkocht, toen heeft hij een Porsche Carrera S gekocht, als ik me niet vergis. Anders heb ik straks ruzie met André. Maar die heeft nu dus een nieuwe Bolide, jongens. Dat is echt een hele speciale. Heel dicht bij een auto die ik heel erg leuk vind. En ik denk dat hij daar aankomt. De 1M Coupé, naast de Chameleon Focus RS. Maat, dit is, kijk hoe blij zijn. Kan je toch niet stoppen met foto's maken? Nee, als je dit ziet. Kijk dit, jongens, dit is helemaal standaard. Oh, ik kan hier niet eens twee vingers in stoppen. Dit is helemaal standaard, hè? Helemaal standaard. Maat, echt. En gewoon dik road presence. Bizar. Kijk dit. Een grapenfiets eronder. Oké, dat is niet standaard. Dat is niet standaard, maar wat is dit vet, hé. Dit is de voorganger natuurlijk van de M2. Maar, kijk dit. Wat een presence heeft zo'n auto, jongens. Dit is echt heel vet, maat. Echt, gefeliciteerd. Dankjewel, man. Van een M135i naar een Porsche Carrera S. Ja. En nu naar dit. Ja. Dit is echt goud. Dit is echt zo vet. Klinkt echt goed, jongen. Het verbaasde me echt hoe je aankwam rijden, hoe goed die klinkt. Kijk, dit is gewoon normaal dan. Je hebt daar al gewoon het knopje zitten. Ja. Gewoon een beetje verstopt. Wow, hé. Hey. Klepje open. Klepje open. Dan krijg je dat gelijk. Ik vind dit zo gaaf. Lekker, hè? Ja. Ja. Gaan we rustig beginnen? Ik weet het niet. Hoe kan je rustig beginnen met dit? Dit is wel echt. Ja, I like it man. Zo vet, maar ook gewoon, ik vind ook het design van die auto is ook, het klopt gewoon. Het is gewoon compact. Het is, denk breder dan een M2, want dit is gebaseerd natuurlijk op een M3. Qua achteras. Eigenlijk een soort bouwpakket. Het is een M3 V8, ja. IKEA-stijl. Ja. Maar dan leuker, denk ja. ik. Een stuk leuker. Want hier heb je dus inderdaad een N54 blok. Juist. 350 pk? 340. 340 pk, ja. En 450 à 500 Nm afhankelijk van je sportmodi, vertelde je net. Juist. In overboost krijg je 500 Nm, ja. En dat is gewoon een beuker. Het ja. is gewoon... Nou, ik vind het eigenlijk, als het zo is, die jongens, analoge tellers, Alcantara, oranje stiksels erin. Old school. En gewoon roeren. Echt gewoon ja, roeren. Gewoon roeren. Heel actief mee bezig zijn.
goed de gas in, dan voel je hem gelijk een beetje gaan. We hadden het er samen over. Jij bent natuurlijk van je M135i, wat echt best wel een bekende auto was, denk ik. Ging jij van een Porsche, die was een stukje tammer, denk ik. Ja, als een blok op de weg. Ja. Maakt niet uit welke snelheid je de bocht neemt. Je komt er echt wel, komt wel goed. Ja. Uiteraard met een uitzondering. Niet dat mensen die denken van, oh, mijn pa heeft een Porsche, ik breng de sleutels. Als ik met 200 een bocht afga. Ja joh. Dat kan gewoon. Sam zei dat hij eruit kwam. Of dat met een glimmende kant is, dat is het tweede. Als het goed is, kom je eruit. Kijk, hoeveel staan er nu in Nederland te koop? Ik denk 4, 5? 4 of 5? Zoiets. Ze gaan in waarde stijgen. Je voelt alles, je merkt alles. Hij is best wel stijf, maar ik vind hem niet oncomfortabel stijf. Nee, helemaal niet. Hij staat gewoon. Hij gaat gewoon lekker. Oh, vrachtwagen. En hoor nou, joh. Kijk zijn voetje heel en toe. Ja hoor. Heerlijk. Ja man, dit is het wel. Dit is het wel echt. Chris Harris, best wel gerespecteerd autojournalist, één heeft in exact hetzelfde spek als de mijne. Gewoon zwart, Acra, alles. Ja, je bent stiekem een beetje geïnfluenced, hè, denk ik. Ja. Ja, en nu probeer ik het zelfs bij te doen bij jou. Ja. Ja, sorry Sammy, ik heb het smaak te pakken. Ja. En dat is hoe je een 1M coupé rijdt met André Lima, chasing a supercar dream. Voelt gewoon die auto die zegt kom. Ja. Gas. Hij wil alleen maar. Hoe lang heb je al gereden zonder dat hij in sport stond? Dit is het toch? Ah man. Ja. Toch wel veel grip. Ja. Echt heel gaaf man. En ik ja. Feest hè? Het is echt rijden. Gewoon zelf doen. Gewoon zelf doen. Dit is voor mij wat oud rijden is man. Alcantara die thuis maken er helemaal af. En ja, nou dit is basic. Dit is basic stuur. Basic. Mis helemaal niks. Nee. Je mist niet. Dat is het grootste verschil tussen de 997 en dit. Ja. Dit is modern genoeg voor je dagelijks dingen. Ja, dus je navigatie, je telefoon, muziek, dat soort dingen. Heb je gewoon. En toch wel het oldschool rijden. Ja. En het, tuurlijk, het draait om het oldschool rijden. Maar het is toch stiekem wel fijn. Dat je je dagelijks ding ook kan doen. Dat je ook kan bellen. Terwijl je gewoon lekker hard door de bocht gaat. Ja man. Het is wel... je hebt gewoon icoon. Ja. Geloof je maar dat je deze langer uit dan een Porsche? Ja, dit ga ik sowieso lang houden dan een Porsche. Wauw jongens. Wat een apparaat. Van de tijd dat er nog auto's werden gebouwd, zou je bijna zeggen. En we hebben het overleefd. Alles nog heel. Alles. Maar echt. Wij ook. Echt zoveel respect dat je dit hebt gekocht. Ja, ik vind het echt heel vet. Echt, ik kan nog nooit met een 1M coupé gereden. Ik kan nog nooit in één gezeten, überhaupt.
Zo zeldzaam zijn ze. Zo zeldzaam zijn ze. En hij heeft er gewoon een, jongens. Wat een eindbaas. Volg me even op Instagram, link vind je in de beschrijving. Ik wil jullie natuurlijk weer bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet het niet te liken, als je een super vet vond. Vergeet ook niet te abonneren. Dit weekend, denk op het moment dat jullie deze video kijken, zitten we weer op de ring. Met de focusrest, die gaat voorlopig nog niet weg. Deze is er helaas niet bij. Binnenkort wel, hè? Binnenkort wel. Binnenkort is hij er ook bij. Nogmaals, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Dan zie ik jullie heel erg snel. Wasselen.